Hoi en welkom bij Fem. Ik ben zo iemand die niet iedere dag mijn haar was, maar ik wil wel dat het iedere dag leuk zit. En wat ik meestal doe, eigenlijk altijd, als ik het gewassen heb, nou, dan föhn ik het en dan krul ik het mooi met de krultang. En vervolgens was ik het pas over 3 à 4 dagen weer. Maar hoe zorg ik ervoor dat die dagen erna mijn haar ook nog leuk zit? Natuurlijk kan je het opnieuw krullen met een tang, maar ja, dat is ook niet zo heel erg goed voor je haar. En bovendien, ja, misschien heb je helemaal niet zoveel tijd daarvoor. Ik heb echt heel erg lang zitten zoeken naar trucjes om het weer een soort van levendig te maken. Dus heb je het op dag 1 gekruld, hoe wordt het dan nog leuk op dag 2, 3 en eventueel 4? En dit is mijn ultieme techniek. Nou, hoe mijn haar nu zit, ik heb het niet gisteren, maar eergisteren gewassen, geföhnt, gekruld. Vervolgens, gisteren heb ik het alleen geborsteld en vandaag werd ik wakker en zag het er zo uit. Ja, het beste wat je dan kan doen, vooral als het hier wat platter begint te worden, dat heb ik meestal rond dag 3, dan ja, je haar, het wordt toch ietsje vetter en ietsje platter. En dit wordt iets gekker of zo. Ik kan niet helemaal uitleggen. Ik weet, anderen die ook elke dag gekruld haar willen, die snappen vast wat ik bedoel. Er komen gekke knikjes in en zo. En ja, wat doe je dan? Als eerste goed borstelen. En het lijkt dan alsof je de krullen eruit borstelt, maar dat is niet per se zo. Gewoon borstelen. Het kan ook statisch worden. Gewoon negeren. Borstel, borstel, borstel. Vroeger snapte ik nooit waar haar wax voor was. Ik dacht, wax maakt je haar alleen maar vettig, eeuw. Maar dit is het. Het geheim. Neem wax. Ik gebruik een spraywax, maar je hebt ook potjes. En nu is het de kunst om het haar wat je nu zeg maar fluffy geborsteld hebt, weer model te brengen met de wax die je in je hand gaat aanbrengen. Je kan het dan sprayen of je neemt uit een potje wax. Verspreid je over je handen. Dan ga je er doorheen met je vingers zo. En je zoekt als het ware de draaien terug van de krullen die je hebt gemaakt. Ik zie dat deze pluk op een bepaalde manier gekruld is. Dus met je vingers draai je dat er weer in en je knijpt de krul terug. Kijk, ik ga anders even deze kant alleen doen. Dus ik heb nu wax op beide handen. Zoek de krullen terug. Het zal nooit zo mooi worden als wanneer je het net gekruld hebt. Dan moet je gewoon opnieuw de tang erin doen. Maar daar hebben we nu geen tijd voor, dus we doen dit. Zo, knijp de onderkant in, draai eventueel plukjes. En omdat die wax nu nog nat is, is het fijn en kneedbaar. Maar op een gegeven moment zorgt het ervoor dat het ook echt in model blijft. Trucje voor meer volume is om hier tegen de zijkant omhoog te drukken en te knijpen. Zo, vergelijk. Nu nog de andere kant. Eerst zo met je vingers er doorheen en dan langzaamaan plukken beginnen te draaien en te knijpen. Maar het is dat haar wil wel terug in die krul. Alleen doordat je er woest op hebt geslapen en ja, dat je toch veel beweegt en zo, weet het haar niet zo goed waar het heen moet. Maar het zit er nog in van die krul. Dus dat moeten we eigenlijk als het ware een soort van activeren met die wax. En soms vind ik het zelfs op dag 2 en 3 beter zitten dan op de eerste dag. De eerste dag zijn het dan echt perfecte krullen. En 2 en 3 is het toch iets rommeliger, iets wilder, maar ook niet, ja, toch weer wat anders. En tenslotte, als je haar erg plat zit hier, nou dat heb ik nu ook, neem dan een beetje volumepoeder. Dit zorgt er tevens voor dat het vettige, want er is vast al een beetje olie hier gekomen van je hoofd, dat het ook een beetje opgezogen wordt. Dus een beetje volumepoeder hier. Zo. Vingertoppen masseren. Let op dat je geen wax hebt op je vingertoppen, want dat kan het ook vettig maken. Zo. Dan gaat het vanzelf ietsje hoger staan. Omhoog, 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 omhoog. Zo, druk het aan. En dit is het. Dit is een soort van opfris sessie voor gekruld haar met de tang. Op dag 2 en 3, eventueel 4. En als ik nu ga slapen, dan word ik waarschijnlijk morgen weer wakker met een beetje... ja, weer wat anders. En dat gewoon goed kneden weer. Misschien nog wat poeder erin doen. En zo bouw je als het ware een soort van haarstijl op. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doeg!